Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de premier, mevrouw de minister. De zomer van 2021, of wat ervoor moet doorgaan, zal door heel veel mensen helaas niet licht vergeten worden. Aanhoudende regenval zorgt ervoor dat heel wat rivieren en beken uit hun oeverstraten en dat hele straten en wijken blank staan. En buiten de enorme materiële schade zijn er helaas ook dodelijke slachtoffers te betreuren. De beelden uit Pepinster, Spa, maar ook bijvoorbeeld uit de Voerstreek en andere delen van Limburg, die zijn ronduit hallucinant en zorgen stuk voor stuk voor persoonlijke drama's. Dorpskernen worden ontruimd, het water staat soms tot 2 meter hoog en mensen wachten op hun daken op hulp. En als we de laatste berichten mogen geloven, wordt er intussen nog geplunderd ook. Meneer de premier, mevrouw de minister, lange termijnmaatregelen dringen zich op. Dat staat, vergeef me de uitdrukking, als een paal boven water. Ontharding van grote oppervlaktes, het opnieuw bovengronds brengen van ingekanaalde beken en rivieren enzovoort. Maar vooral op dit moment moeten we kijken op oplossingen op korte termijn en dat we snel kunnen schakelen. Voor eerst moeten de slachtoffers die geëvacueerd worden en vooral de mensen wiens woning totaal onbewoonbaar is geworden, opgevangen worden. Heeft u daar enig zicht op? Is er daar voldoende capaciteit en hoe zal een en ander georganiseerd worden? Ten tweede is er ook de vraag naar de gewestelijke rampenfondsen. Kan het federale niveau hier financieel bijspringen om ervoor te zorgen dat de ergste noden zo snel mogelijk gelenigd worden en dat slachtoffers geen eindeloos lange maanden moeten wachten vooraleer ze de middelen krijgen om hun leven opnieuw op te bouwen? En tenslotte, mevrouw de minister, meneer de premier, stel ik u graag de vraag naar de afbouw door uw voorganger, minister Jan Bon, van de civiele bescherming. Rampen zoals deze maken het duidelijk dat de civiele bescherming onmisbaar is in dit land en dat de afbraak daarvan een foute beslissing was. Zal u daarom stappen ondernemen om die nefaste beslissing uit het verleden terug te draaien? Ik dank u. Ja, meneer de premier, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord, maar uit uw antwoord, meneer de premier, vooral, daar halen wij niet veel uit. Het blinkt uit in nietszeggendheid, niets over de opvang, niets over de financiële middelen die u kan tegemoetkomen aan de mensen die op dit moment lijden. En dat is in een situatie als deze echt een schande. Het belangrijkste is dat de getroffen gezinnen op dit moment zo snel als mogelijk op een degelijke manier kunnen worden opgevangen. En dat de eerste noden direct kunnen worden gelenigd. De mensen hebben nu dringend hulp nodig. En mevrouw de minister, ik wil hier naast mijn medeleven aan alle getroffenen ook mijn dank en respect uiten aan alle hulpdiensten, maar vooral ook aan de militairen die momenteel op het terrein in de weer zijn om de bevolking te helpen. Weer zijn zij het die in de frontlinie staan ten dienste van de mensen. Weer zijn zij het die de taken van de civiele bescherming van vroeger moeten overnemen. En het zijn stuk voor stuk helden en het wordt tijd dat deze regering ook eens voor hen in de frontlinie zal staan. Ik dank u.